Ja, jongens, het is tijd. Zo. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien, zijn we onderweg. Film maar even naar de jongens. We gaan nu onderweg naar Polen, jongens. Het is december. Als het goed is, hebben jullie de Polenmarkt video al kunnen zien. Maar ik heb zoals eerder aangegeven in die video dat we ook nog met een vlog gaan komen. Niet zoals altijd een vlog die dan maar één dag duurt. We gaan gewoon een Polenvlog maken. Dus vandaag en morgen. Dus wat jullie nu zien is dat we de reis maken. En straks zien jullie als we in Polen zijn wat je daar allemaal hebt. Ik ben super benieuwd wat je daar allemaal hebt. We gaan zo meteen weer de reis vervolgen. Hoe lang moeten we nog? 4 uur. Nog 4 uurtjes rijden, jongens, en dan zijn we er. Dus laten we dat maar snel doen. Koud op Disney. Kijk hem gaan, jongen. Hij weet niet dat ik vind. Nou, moet je kijken, jongens. Dit lijkt gewoon een gevangenis-wc. Hij speelt trompet. Hij is een nummertje aan het spelen, denk ik. Zoals jullie kunnen zien, komen we nu bij de grens Polen. Jullie zien het daar al, PL. Er is, als het goed is, politie daar, of in ieder geval grenscontrole. Dus ik hoop, we hebben niet eens wat in de auto of zo. Maar het is wel controle zo te zien, daarom duurt het ook zo lang. En moet je kijken hoe laat het nu is. We hebben er 10 uur over gedaan. 4:30 zouden we aankomen en het is nu gewoon 6:10. En we gingen rijden om 7:15. Ja, jullie zijn al 11 uur onderweg of zo. Het is echt niet normaal. We zijn nog nooit zo lang onderweg geweest. We konden beter doorrijden naar Spanje of zo. Dan zaten we bij Madrid, denk ik nu. Dus we gaan maar even kijken wat we kunnen vinden. Misschien nog een 24 uur shopje of zo. Eén voordeel, de Mac is in ieder geval wel open. Die blijft altijd open. En zullen ze daar niet wat knetterballen? Het vervelende is ook dat het tanken ook niet echt heel erg goedkoper is hier. Nou, maar we zitten nu op de Duitse grens, hè? Klopt, ja. Nog niet in Polen, maar we waren net in Duitsland. En toen zagen we alsnog 1,92 euro. Dus het is niet echt weinig goede hoop, zeg maar. Nou, ik hoop gewoon dat er gewoon wat shops zijn die gewoon nu nog open zijn tot 1:08 of 1:10 of zo. Jordi zei dat er hier 24 uur shops zijn, dus we gaan even kijken. Want desnoods gaan we inderdaad een paar pakken nitraat halen, een paar cakes en dan stoken we dat vanavond gewoon op. Ja, zoals jullie zien, er rijdt hier politie. Ziek. En dat ene busje wat er stond, reed daar links weg. En zo te zien was het wel Duitse politie. Lekker. Ja, Duitse politie in ieder geval. Hallo, PTD, metkomen. Het was Duitse politie, zoals jullie zien. Hij stapt uit, man. Dus gewoon nog grenscontrole. Maar de Poolse politie zien we nooit, hè, als we hier de grens openen. Nee, het is meestal Duits. Ja. Nou ja, Pools heb ik ook wel een keer gezien aan de andere kant van de brug. Maar... ja, maar niet voor nee. Om hier naartoe te gaan. Want ja, wat kunnen we meenemen wat vanuit Duitsland illegaal is? Ja, alleen Polen, drugs. Wiet daar is vanuit Nederland. Knetterpellets. Wiet. Maar we rijden nu dus op de welbekende brug. Niet de Eiffeltoren op zijn kant, zoals Ruben altijd zegt. Dat was die andere. Dat was de andere stad, maar nu rijden we dus de grens over. En dan gaan we even op zoek naar een hotel. En het is nu 5:45. Dus misschien kunnen we inderdaad nog heel snel eventjes wat halen daar. Oh, jongens, we rijden nu op de Funkenstore af. Hier zo. Aan de linkerkant, de Funkenstore. Even kijken of we kunnen parkeren hier. Hij staat daar zo verderop. Ja, je kan nog voor de deur zetten. Kijk. Oh ja. Ja, ja. We zijn er. Hoppa. En hij is nog open. Hoe mooi is dat na al die stress? We zagen beelden van december dat de rijen tot aan daar stonden. Hij is nog open. Lekker sfeertje zo. Ja hoor. Let's go. Cobra 3 BP heb je hier ook zo te zien. Nee, maar deze is met stijkoffie, hè? Oh nee, nu. Kijk al die knallers. Ook nog ouderwetse knallers van Zena. Maar dit is wel met strijkknop. Is dat allemaal P1, ja? Koppie. Kijk, en dit is ook lijp hoor, wat je hier hebt. Hey, heb je deze al gezien? Kometenbomben. Traakkaartje, Mascleta. Van Salon Roger. Ja, dit zijn wel lauwe pijlen ook, man. Kijk, dit zakje. Zo'n zakje. Lijkt wel zo'n barbecue pakketje. En dit heb je ook in Spanje heel veel. Allemaal zinkies, gek. Je beet gewoon eerst met je trouwens. Dan wordt het donker, goed. Boeien, dat is toch bedoeling. Te betalen. Misbetaald de schade. Het is een grote euro. Iemand dat mee? Ja. Gaan even wat kleine dingetjes stoken zometeen. Het is nu nog licht namelijk. Jordi, wat heb jij in je klauwen? Ja, laten we even alles even laten zien. Condortje. Mooie vlinders, lijken dit. Nee, dat zijn van die, nee, weet ik. Vlinders, ik bedoel, ze vliegen in de lucht. Dat ze in de lucht gaan, zeg maar. Is dit leuk? Ook alweer?
Color Night reed uit België. Staat er ook P1 op? Kan P1 zijn. Volgens mij F2. Oh, P1. Ja, wel, ja. Oh, dat knalt allemaal goed. Je hebt een Nederlands beeld gestekt. PSV vies. De nieuwe. Cobra 3 BP, ik vond die wel lauw om erbij te doen. Hebben ze ook in België gehad, een jaartje. Ook leuk. Trakertjes. Trakertje. Gigant 5. Gigant 5, spreekt een beetje tegen. Gigant 5. Zieke. Was weer een lange rit. F2, dus we gaan nu naar de stooklocatie, jongens. Om het even af te steken, want het is nu nog net licht. Het wordt natuurlijk ook hier al snel donker. Dit was hem dus, de vroege storm. Morgen gaan we terug. Het hoeft niet hoor. We waren nu natuurlijk even na 10 uur rijden even snel wat gehaald. Gaan we zo meteen stoken. En dat zien jullie dan later. Lekker hoor. Dat is toch gek? Dat hoop ik niet. Ziek gek. Ze zijn diezelfde als toen uit België. Ja man. Hey, maar we hebben wel geluk ouwe, want de rook gaat die kant op. Ja hè. Hey, de bodem is vochtig, dus dat is geen probleem. Ja, mooi met schemer hè. Oh joh. Hey, die zijn nice goos. Omdat het kent. Jongen. Voor jou dat? Help ook even dan gek. Nee joh, ga door. Ja, maar ik ben niet zo goed in stooksessies gek. Dag wezen. Ga nou opzij joh. Ga hard jongen. Zo. Die laatste verwacht ik niet gek. Hardst hoor. Zeker. Zijn dat ook op TP5? Nou jongens, nu zijn we weer onderweg richting hotel. We hebben 12 uurtjes gestookt. Lekker potje. We hebben goed kunnen stoken. We gaan nu onderweg naar de Mac en dan pas inchecken. Dus dan laat ik jullie hotelkamer ook even zien. Want we hebben dit keer twee hotelkamers natuurlijk, omdat we met z'n vieren zijn. We zijn in Polen natuurlijk en zo gaan we richting de Mac. Zit u hoor? Dit is goed man. Ah, jongens, Jordi ook in de building. Zoals jullie kunnen zien, dit is de Wishmack. Die heb je alleen hier in Polen. Voor de mensen die wel eens in Polen komen. De Wishmack? Wishmack. Van de Wish. Die is echt goed man, deze. Weet je nog? Is die verkeerd? Die was echt goed man. Jordi is moet ik zeggen, geüpgraded. En wat heb je dan? Hij heeft geen sundae meer. Oh, hij heeft wel een sundae. Hamburger, bro. Oh, je had één hamburger. Nou, we gaan allemaal weer terug naar het hotel. Maar terug. We zijn niet eens ingecheckt nog. Ja jongens, zoals jullie zien zijn we nu op de hotelkamer. En volgens mij is Destiny aan het poepen, toch? Ja, die ja. McDonald's was echt te heftig, jongens. We hebben lekker kunnen stoken, moet ik zeggen. Gewoon even om de dag in te wijden. We zijn namelijk echt absurd lang onderweg geweest. Normaal gesproken zijn we hier echt binnen. Wat is het? 7,5 uur. Maar waarom? Voor mij waren er heel veel wegen afgesloten. We zaten echt exact ook in het verkeer, toch? Met die mensen die naar werk gaan en zo. Dus dat is zeer verrot. Dus we gaan zo meteen waarschijnlijk gewoon slapen om te rusten. Om morgen weer vroeg op te staan. Dan gaan we naar de markten. Kijken wat ze nu anno 2022 allemaal op de markt hebben liggen. 24 uur shopjes gaan we ook bezoeken. Misschien zo meteen al. Maar dan zullen we die wel in deze video ook plakken. Want zoals ik heb gezegd, we gaan dus deze vlog verlengen naar dag 2 ook. Zit hij serieus uit te poepen? Jongens, we zijn aan het zoeken naar een vuurwerkwinkel in de avond. Want we zagen net dus een bord waar stond op 24 uur geopend. En daar schijnen ze dus 24 uur lang vuurwerk te verkopen. Die is open dus, zo te zien. Het ziet er aardig ziek hoor dat dat staat. Nee, is open man. Ik zag het inderdaad, ik zag mensen binnen. Nou jongens, even naar binnen, firewerkie. Mooie knallers. Wow. Waar is die Dumbum Gold hè? Die waren hard. Black Mamba's. Ja, die weet niet, maar deze trouwens, dat zijn niet die ene die ik bedoelde. SR Pyro? Dat is dan Dumbum namaak. Ja, ik weet het niet man. Oh, knalpatronen. Argento. Die XXL battery, die is
Die heb je gehad toch? Met Ruben, ja. Je maakt constant. Ja, jongens, dit was echt erg. We stonden daar dus. Des wilde wat halen bij die shop. We zijn gewoon weggestuurd. Omdat ik wat even wat aan het filmen was. Ja, niet heel erg uitgebreid. Maar kijk, op zich snap ik wel dat je niet mag filmen. Alleen volgens mij had een van deze gasten hier een hele goede opmerking. Ze pronken hiermee met vuurwerk, firewerk hier en zo. Van, dat kan je hier kopen. Dus waarom zou je dan inderdaad niet mogen filmen? We wilden oprecht dingen gaan halen om misschien nog even snel wat te stoken. Maar die man die werd ineens agressief. Althans agressief, viel op zich ook wel mee. Maar die vond het niet lauw dat wij daar waren en specifiek ook op mij gemunt. Dus dat was echt raar. Toen gingen we gelijk weer weg. Het zou ik ook niet fijn vinden als jij in de winkel zat. Maar dat was toch raar. Maar in ieder geval, dan hebben jullie toch nog een beeld gehad van deze avond. En dan zien jullie ons weer morgen. Het is weer de volgende ochtend, jongens. Jordi staat in het raamkozijn. En we gaan zo meteen even naar de andere kamer. Sterker nog, dat gaan we nu doen. Want we gaan even naar de ontbijtzaal. Even ontbijten. En dan daar weer naar de markt. Moet je ons uitzicht zien, by the way. Best wel mooi. Het is nog lekker rustig op de weg. Het is ook erg vroeg. Police. Hallo. Hallo. Hey, ik zweer het, er komt hier een put lucht uit die wc. Ja, jongens. Kijk ze toch eens lekker eten hier zo. Dat hebben we allemaal. Je bent net aan het afdrogen, hè? Ja, jongens, heb je nog wat te zeggen? We zijn nu aan het ontbijten. En we gaan zo meteen naar Funkenstor. We nemen deze mooie bal mee. 6, 8. Van het ontbijt weg gaan we gelijk even kijken naar de volgende vuurwerkwinkel. Als het goed is hebben jullie die in de marktvideo ook al gezien. Hier, film maar. Firewerkie. En hij is open. Dan gaan we even naartoe. Hier naar rechts, lul. Ja, hier toch? Nee, tabak om. Zo, dan gaan we deze even naar beneden halen. 2 Funke Vivaldi's. Nou, we gaan nu naar de tabakkoman. We zagen net dat daar vuurwerk te koop is. Maar ja, waar dan precies het vuurwerk ligt, weten we niet. Dus we gaan hier even binnen kijken. Zoals jullie zien, wat leuke knallers. Zo, een mooi design, man. Lijkt wel een grabbelton. Zeg dat dit. Hier betaal je €16,60 voor die pitbull. Van Funke. Ik vind hem wel nice, man. Ja, man, maar ik vind dit design vooral ziek. De Big Bangs voor €12,90. Het zijn wel duurder, want deze waren volgens mij een keer €8, toch Jordi? Weet je nog, deze kleine tegen? Bij Loods, volgens mij. Ja, firewerkjes, jongen. Veel van Elgato ook, hier in dinges. Maar ze hebben wel die Traka, echt ziek. Als ze die hier hebben, dan denk ik dat we ze wel meenemen. Ja, daar heb je de zonnemarkt. Nog wel een beetje zon te vinden. Wat grappig. Het is wel heel druk, want het is helaas zaterdag. Dat is echt kloten dat het zaterdag is, man. Het is altijd heel erg druk dan. Dus mensen gaan nu voor een kop kaas hierheen. Het is wel vroeg, hè, dus. Ja, nog wel, ja. Gelukkig. Deze is net wakker. Voor, hoor. Dag. Doei. Wanneer je koplampen eraf. Dit is een slot sigaret. Hey, Jurgen. Allemaal blokken. Serieus? Ja, er staat gewoon pallets buiten. Oh ja, what the... Ja jongens, we zijn hier nu op de markt en we hebben nu weer een vuurwerkshopje gevonden. Het lijkt alsof ze sinds corona veel meer vuurwerk verkopen hier. Dus ik loop zo meteen die kant even op. Alleen ze zijn wel heel erg streng hier met filmen. Behalve bij die winkel waar we net waren, daar mochten we filmen. Sterker nog, ze vonden het zelfs leuk. Dus voor de mensen die denken, hé, waarom film je er zo uitgebreid? Ze wilden zelfs dat we filmen. Kometenbommen heb je hier ook nog, jongens. Want ik weet dat heel veel mensen deze ook afvragen, heb je die dan nog in Polen? Nou, hier heb je het antwoord. Die zijn zo goed, hè? Kometenbommen heb je hier nog. Hier gewoon kinderkleding. Ja. Jezus, wat hebben ze hier allemaal, man? Wat is dat? Pijlen? Ja? Nou, jongens. Weet je wat we dan doen? Wat leuke dingen gehad. Jordi, wat vind je van de markt? We gaan nu eventjes naar de Funke Store. Kijk, firewerk. Hey, zijn we. Vroeger was dit de Pyro Market, maar nu dus de Funke Store. Jullie hebben het al eerder kunnen zien in deze vlog. Maar ik dacht gewoon, we gaan even nog een keer erheen. Om wat uitgebreider te filmen ofzo. Want we kwamen gisteren 10 minuten voor sluit aan ofzo. We hebben de markt natuurlijk laten zien.
Maar ik vind eigenlijk dat jullie dit ook moeten zien. Je hebt dus ook de Funkenstore. Zijn we ook al een paar keer geweest. Maar de vraag is van, wat heb je dit jaar? Nee, ik durf niet alleen. Nou jongens, we staan nu in de Funkenstore. Hele mooie winkel, we zijn natuurlijk al vaker geweest, alleen ieder jaar hebben ze ook andere producten. Nieuwere producten. Ze hebben nu dit jaar, valt ons op, veel meer vuurpijlen. Waaronder deze kleintjes en natuurlijk wat grotere. En ook deze zakjes, ik snap hoe raar dit is. Volgens mij had je dit alleen in Spanje, jullie hebben het kunnen zien. In de Spanje video's. Van die pijlen dus met papier eromheen. Wel mooi. Hier gaan we ook even wat halen, want... Ik ga jullie even laten zien. Kometenbomben. Die heb je hier dus gewoon op. Kometenbomben 2 zijn dit. En gelijk. Die gaan we gelijk even stoken. En deze stroboscopen mix. Dit is klasse T1. Gewoon, we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar nieuw vuurwerk wat we nog niet hadden of hebben gehad. Mini blitzrams van Funke. Categorie F3. Gaan we ook even stoken. Maar dan zien jullie dat in ieder geval later in deze video. Tears from Heaven, €311. Die hadden we nog gehaald in België. Ziek hè? Deze is echt leid. Wat vind je van die dan? Die pijlen? Ja. Een mooi bosje bloemen hè? 901. Violet Citro. Ja toch? Hier deze. Oh, deze zijn 909. Zoals ook die Duitse cakes hier man. Blauw en oranje. Geen slechte knallers hoor. Kijk daar. Waar gaan we nou heen? Ding. Zo. Wordt die gif voor weggelegd? Hoe duur waren deze? Weet je man? Zo! Tegelijk! Ja jongens, we zijn op dit moment weer na het stoken onderweg richting een andere markt. Waar we vroeger altijd waren. We hadden net wat afgestoken, maar dat gaan jullie binnenkort waarschijnlijk in die video zien. Want we hadden dus een aparte video die we wilden opnemen, afsteken. En toen kwam er dus een boswachter daar op dat pad rijden. Dus we zijn snel weggerend, maar dat verhaal dat komt nog. We gaan nu in ieder geval naar de nieuwe, of de oude Polenmarkt, waar ik met Jordi altijd een paar jaar geleden kwam. Waar we toen ook dat vuurwerk moesten inleveren bij de politie. De welbekende markt. Ja, en even kijken of ze daar nog hebben. Hier heb je ook trouwens jongens. Ja man. Kijk, goeie. Voorjaarwerk. En zo zie je dus dat in dit soort stukken hier in Polen, oh my god, hij gaat omlaag, dus beter ga je. Gast, dit is echt, je kan het echt overal kopen hier, dat is niet normaal. Het duurt nog een half uur voordat die raak zo beneden gaat. Kijk naar achter dan, anders hadden we niet eens meer langs gekund. Hey. Maar in ieder geval, je ziet dus heel veel van dit soort winkeltjes in Polen. Gewoon van die sigarettenwinkeltjes waar ze dan vuurwerk verkopen. Alleen, het viel me wel op dat op de markt dit keer meer lag. Maar goed, dan zullen we zien of het bij die andere markt ook het geval is waar we nu heen gaan. Ik ben trouwens ook benieuwd naar de prijzen daar. Dus we rijden nu vlak bij de markt, kijk maar. Jullie herkennen het wel van jaren geleden. We rijden hier even omheen. Zo, ik hoop echt dat ze hier lauwe dingen hebben, man. Zo, Nederlandse kentekens, gek. Nou, zitten hier bij Ficon, man. Daar zo achter. Zo, ja man, Nederlands, ja. Lauw hoor. Moet je kijken, jongens. We zijn net op de Polenmarkt dus aangekomen. We gaan zo even kijken wat je hier hebt. C6'jes in ieder geval. Maar C6'jes lijken ze te hebben, man. Lekker. Koba. Hey, hier hebben ze de 4. Kijk eens. Nee. Timo. Ah ja, hoe duur zijn die? Duur, €19. Dus Fikov, fooierwerk staat er bij Fikov. Dan heb je hier op de markt verschillende shopjes die vuurwerk heeft. En als je dan even de markt oploopt, of de winkel, dan zal je zien dat ze heel veel hebben. Overal wel een beetje. Kijk dan jongens, allemaal knallers. Color bang. Corona bangers. Huh? Corona bangers, laat zien. Wat? Des, even. Nog meer. Corona. Hier ook, mini. Hier heb je dus ook pijlen bij Fikov, dum dum. Hier, Funke gek.
Kijk deze. Groenkapelen. Super bombe. Het valt wel op dat het best wel prijzig is, hè? Ja, man. Kom mee te bompen. Midden op de weg. Zo. Ja, jongens, we zijn nu weer onderweg. En we hadden even tussendoor midden op de straat een kometenbom gedaan. Vonden we wel lachen. Lekker impulsief. Ja, midden op de straat. Dan zei zo, zullen we een kometenbom doen? Bam, gelijk midden op de weg gedaan. Zoals ik net ook al zei, we zijn nu onderweg naar het hotel. Waar we dus zitten. Dat is nog 47 minuutjes rijden. Want we wilden kosten wat het kost voor jullie ook die oude markt laten zien. Op zich leuke dingen. Ik vond dat daar het aanbod groter was qua grote blokken. Maar ja, we hebben wel met z'n allen hier een beetje de conclusie van, het is een beetje oud België of zo, weet je. Je ziet gewoon allemaal oude producten van België. Je ziet die Funke blokken, zo, ja, gewoon echt letterlijk alles van Funke. Het enige verschil is dat je wel F3 blokken ziet staan, maar voor de rest is het gewoon België idemdito bijna. Klopt, klopt. Van een paar jaar geleden. Dus op zich ook niet slecht. Maar om daarvoor nou helemaal naar Polen te rijden is natuurlijk iets anders. Ik moet wel zeggen, we waren vorig jaar in Tsjechië, daar lagen nog wel Shells gewoon open en bloot op de markt. Dus het kan ook zo zijn dat er markten zijn in Polen zelf, waar nog wel meer te koop is dan wat wij nu doen. Want een paar jaar geleden konden we zo'n Polen shop op zo'n markt. En dan zag je allemaal triktrak knallers, Crazy Frog zag je. Gewoon allemaal van die kipollaatjes zag je liggen. En dat is nu echt helemaal weg. We hebben het bij meerdere shops gevraagd. Geen zinkjes, niks, hè? Geen zinkjes, inderdaad. Ook bij Martin niet. Of althans, Martin was er niet, maar die shop van hem. Dus we zijn nu weer onderweg richting waar we zitten, de plek. En dan gaan we eventjes weer richting de Mac. Gaan Jordi weer zijn ding doen daar zo. Bij zo'n info, bij zo'n paal waar hij dan allemaal eten op bestelt. Vaak is het vaak hetzelfde, maar dat terzijde. Wat is jouw favoriet? De Wish Mac. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Als je een keer in Polen bent, jongens, haal de Wish Mac. Echt niet normaal lekker. Na het eten gaan we trouwens nog wel even stoken, want we hebben die Pyromax cake. Die is heel makkelijk. Dus die gaan we dadelijk even afsteken. En we hebben ook nog kometenbommen en zo, dus dat zien jullie later ook in deze vlog. Wie smaakt? Lekker man. Zitten we. We zitten weer bij de Mac, jongens. Hoe is mogelijk? Jordi is nog aan het bestellen. Je hebt een Wie smaakt genomen. Ja, jongens, het is tijd om deze 50 mm screw te doen van Pyromax. 50 mm. Weet je wat effect? In deze? 20 shots maar. Aan Desley de eer. Wij dachten 24. 80 meter hoog, hè? Ziek. Ja. Er staat €88 op. Wat hebben we ervoor betaald? 65. Ja. Super. Ja, kunnen ze ook expres doen. Ja, tuurlijk. Doen ze heel vaak. Dan doen ze net alsof je korting geven. Pyromax cake. Hoop niet dat hij omvalt. Kometenbom gaan we ook even doen. We hebben jullie beloofd, jongens. Sowieso eentje in het donker. Kometenbombie. Hey, ongeveer dezelfde knal, man. Ja, jongens. Grote candle. 150 shots. Dracula. Maar gewoon een soort van Romeinse kaars, dit. Serieus. Nu hoor ik wel iemand. Hoor je ook iemand? Nee. Pak hem oppakken. Doe dan. Hij heeft een eindbom, hè? Nee. Waar? Gast, hij heeft een eindbom, man. Boom. Nou, er waren geen 150 op. Hoe duur was deze? 10. Dit slaat nergens op. Ah, jongens, we hebben even gestookt. Cake is weg, maar die cake vond ik echt dik, man. Eerlijk is eerlijk. 20 shots, die moet je eigenlijk gewoon in een woonwijk hebben met oud en nieuw, gek. Ben je wat baasje van de wijk?
Ja, het zijn hele andere knallen dan dat we gewend zijn. Het was nog wel even zoeken, want het is nog heel erg donker. Je geeft die camera eerst aan Jordi. Kan je komt daar een auto of niet? Jordi, kan je al filmen naar achter? Ja, het was nog wel heel erg zoeken naar de plek, want wij kennen natuurlijk die plek aan het water. We hebben jullie niet meegenomen in dat avontuur, maar toen we er naartoe liepen, toen was er gewoon een boot. Dus er stonden gewoon mensen waarschijnlijk was gewoon een kameel overnacht in die boot. Dus daardoor hadden we even een andere plek opgezocht, want we waren toch met die cake gestookt en ja, want die cake viel niet tegen. Zo, het is ook een beetje een hobbelig weggetje, moet ik zeggen. Was het, maar die cake was echt... Of jij parkjes opgekregen van het stoken, denk ik. Maar geen politie gezien in ieder geval, dus dat is mooi. Want de laatste keer dat wij hier waren en echt aan het stoken waren, was ik met Jordi. Kwam er eens politie rijden, gek. Wat is er dan? Paparazzi, natuurlijk. Ik heb uitgecheckt, dus beter gaan we nu naar de ontbijtzaal. We staan ontbijt even open. Eén keer is de volgende dag, jongens. We zitten aan het ontbijt. Je hebt even wat bieflappen meegenomen. Jordi heeft zijn sappie genomen. Heerlijk, toch? Eiwitoog. Toch, Jordi? Hij is bij dezelfde lamp als gisteren. Ramzi. Hij heeft hem denk ik geramd, gek. Het is op dit moment, jongens, 7:45 of zo. We rijden zo meteen richting Nederland, kijken of er controle staat. Want we hebben de hele achterbak vol met shells liggen. Maar niet eens. We gaan even kijken of er controle staat. Toch maar even de controle. Nou jongens, we zijn net over de grens. Geen controle gezien, maar wel voor ons. Politie. Duitse politie. Ja. Ik zou even heel sneaky filmen, doe dat klepje maar dicht inderdaad. Zo de snelweg op, hoop ik. En dan hopen we sneller aan te komen dan dat we... Ja, de ene reis hadden. De ene weg duurde echt 10 uur of zo. Dat 11 zelfs. Ja, 11 inderdaad. Ja. Het is nu ook 8:30. Op zich niet heel vroeg. Ja, we hebben geen route gevonden. We worden even begeleid door een stuk of 6 AT'tjes. Moet je kijken hoeveel het er zijn, gek. Dat is niet normaal. Ja. Zijn er zijn al eentje voorbij. Nee, niet echt naar de opfilmen. Dat zie ik hoor. Te veel politie hier. We zijn nu ongeveer halverwege Duitsland, Jordi Voice. En ja, we komen straks over een paar uurtjes aan. Het is nog 4 uur rijden, man. Daar heb ik echt geen zin in. Dus we zijn op dit moment weer in Nederland. Na een best wel snelle rit op de terugweg. Het duurde dit keer maar ongeveer 7 uur. We zijn er over een, wat is het, een klein uurtje. Dus dat was alweer deze vlog. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van deze vlog. Ik dacht van, we plakken gewoon dag 1 en 2 gewoon bij elkaar. En 3 trouwens. Zodat jullie gewoon alles bij elkaar kunnen zien. Er komen nog veel meer Polen-video's aan. Mocht je dit een leuke video vinden, jongens, like dan even. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer morgen bij een nieuwe video. Later.